Hoi, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Jess Madeline en zoals de meesten die mij al langer volgen wel weten, is Arnhem een van mijn drie thuissteden. Dat is nu ongeveer 2,5 jaar zo. En iets wat ik vanaf dag 1 dat ik in Arnhem zat heb gehoord, was Arnhemse meisjes. Dat typisch iets is uit Arnhem en dat toeristen en zo ook Arnhemse meisjes halen. Dat ze daarvoor naar Arnhem komen. Maar ik heb het nooit echt zelf geprobeerd. Tot ik het laatst in een video van de bankzitters zag. Ik heb dus een beetje research. In Gelderland hebben ze niet zo heel veel specialiteiten. Geen streekgerechten. Behalve in de stad Arnhem. Echt typisch Arnhems. De Arnhemse meisjes. Ja, maar Arnhemse meisjes zijn een soort de koekjes met chocola of zo. Iets in die richting. Je kan ze als het goed is halen bij Bakker Hilvers. We hebben hier de Arnhemse meisjes. Dit zijn koekjes. Helaas. En zag dat het gewoon bij bakkers in Arnhem te halen was. Bij de Jumbo en Albert Heijn en zo is het dus niet zomaar te krijgen. Jongens, we hebben het pakje met Arnhemse meisjes. 7 euro voor 20 stuks. Wat vind je van de prijs? Ja, het is wel ambachtelijk product, hè? Precies. Daar betaal je voor. Ze hadden ook nog Arnhemse bruggetjes. Voor 5 euro of zo. Dus als jullie willen dat ik die ook nog een keer ga uittesten, laat het weten in de comments. Ja, je zit hier naar buiten bij de bakker natuurlijk. Oké, we hebben hem open. De enige echte, er is nog een briefje aan de onderkant. Sinds 2019, Bakker Hilvers, Arnhems oudste bakker. In de enige bakkerij dat de Arnhemse meisjes produceert. Heb je ze gekocht? Ze maken de echte. Ja. Precies. The real deal. Arnhemse meisjes zijn unieke heerlijke koekjes die al bijna 200 jaar mensen het hoofd op hol brengen in Arnhem. In Nederland en zelfs buiten Nederland. Dat er tegenwoordig honderdduizenden per jaar gebakken worden, had hun bedenker Bakker Hagedoorn in 1829 vast niet voorzien. Eerst was het een feestelijk koekje en 4 generaties bewaken al het recept. Ze blijven dus in goede handen en dit zijn de enige echte. U heeft nu de echte Arnhemse meisjes in handen door Bakker Hilvers op traditionele wijze gebakken met de beste grondstoffen. Ik heb echt trek. Ik weet gewoon nu al. Ik kijk ernaar en ik proef al hoe het proeft. Ik weet niet. Dit zijn ze dus. En je mag ze gaan uittesten. Let's go. Ik proef het gewoon al in mijn mond. Het smaakt gewoon precies naar hoe ik dacht dat het zou smaken. Ja? Ja. Zo'n typisch koffiekoekje, zeg maar. Mm-mm. Oh, nee? Hoe smaakt het dan, voor ik mij test? Als zo'n wafeltje. Ja. Je weet toch van die die rolletjes met aroom erin? Ja. Waar smaakt dit naar? Naar dat korstje. Oh. Wat? Oh, nee. Oké. We gaan het uitproberen. Ja. Nou. Gewoon een goed hard koekje. Maar echt veel suiker. Ja, niet erg hoor. Pak hoeveel je wil. Wel een teken dat bevalt. Ja. Kijk, en bij de meeste zit hier nog extra suiker, zeg maar, omheen buiten het koekje zelf. Ze hebben ze al gestrooid zeker. Ja. Ik geniet er wel van, hè? Zo gestrooid en toen in de oven. Ja. Ik geniet er echt van. Ja? Ja. Ik eet je hele bak op dadelijk als je niet eet. Nee hoor. Tikkie komt al je kant op, nee grapje. Wat zei je? Nee, laat maar. Ik zei voor de grap, Tikkie komt al je kant op. Nee, grapje. Oh. Geniet van het leven. Morgen is je niet gegeven. Ik geniet hier echt van, hè. Het is echt mijn nieuwe. Eindoordeel? Ik heb ervan genoten. Is het die 7 euro waard? Ja. 7 is wel duur, maar... ambacht. Je proeft het wel. Ja, hij lijkt het. Top! En als je deze video leuk vond en wilde wij twee vaker zulke video's doen, zoals bijvoorbeeld ook Spa in Spa, staat ook nog op mijn lijstje stiekem. Ik ga echt van Spa. Precies. Dat staat stiekem ook nog op mijn lijstje. Dus hey, voor je het weet zitten wij samen in Spa in België. Als jij nou wilde wij vaker zulke video's samen opnemen en naar plekken toe reizen om zulke dingen te halen, doe dan duimpje omhoog. Wie weet halen wij nog wel een Arnhemse brug. Als deze video genoeg wordt gecomment dat mensen dat willen en genoeg views krijgt. Laat in de comments weten wat video's jij nog meer wilt zien op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot bij de volgende video. Doei doei. Doei. Zo, Jezus. Niet gelijk. Ja. Gezondheid. Dank u. Kijk. Gaan we het hele boekje lezen? Nee, we gaan wachten tot zijn motorglijf weg is.
Oké, nu. Ik heb nu wel honger hoor. Wat even shop maken we hier bij de bakker, zeg maar. Deze mag je van mij trouwens ook editen als je wil. Als je zelf controle hebt. Krijg je 10% van de inkomsten. Precies. Morgen is Koningsdag. Maar dat merken we niet, maar deze video komt al pas over een half jaar online. En dan, nu is een animatie erin dat ik jou een dingetje zie. Oh ja. Echt Hollands. Alles wordt geld. Ik heb wel dorst nu. Ik heb echt dorst nu. Loop daar je plus in. Allereerst improviseren, want we hebben geen statief. Ten tweede, ik kan nog nooit iemand zoveel Arnhemse meisjes achter elkaar zien eten. Ik geniet ervan. Gaan we dan ook koken in Blankenberg doen? Wat? Koken in Blankenberg. Ik ben geen A-sit. Huh? A-sit? Nee. Dat bedoel ik niet, maar ik bedoel Blankenberg tot Witte Bergen. En dan Witte Bergen. Oké, laat dit niet in de video.